Ja, Roos van der Velde, je hebt hem gewoon gepakt. Hoe voelt dat? Ja, supergoed. En na al die dubbels missen, echt, was lastig. Maar ik ben heel erg blij dat ik hem toch nog heb uitgegooid. Normaal vraag ik altijd, heb je een beetje genoten op het podium? Maar ik denk dat dit eigenlijk stiekem een soort hel was waar je was op een gegeven moment, of niet? Ja, het was wel pittig hoor. Met dat publiek en de zenuwen. En het was ook nog warm. En dan de dubbels niet gooien. En ja, maar ik ben blij dat het voorbij is inderdaad. Maar ik vond het ook geweldig om weer mee te maken. Want ja, dit doe je ook niet elke dag. Ze riepen je naam ook, dat is ook mooi. Ja, want nou ja, het was een Duitser. En ja, ik was een Nederlander, dus dan is het al een beetje van ja, eigen publiek. En ik woon hier 30 minuutjes vandaan, dus het voelt al helemaal van, oh, dat is echt thuis. En ja, super fijn dat ze me hielpen. Hoe kan het nou dat jou, al jouw wedstrijden, ook die halve finale, waarom moet het altijd zo spannend worden bij die dubbels? Ja, zenuwen. Zenuwen, ja. Nogmaals gefeliciteerd, Roos. En nu lekker feestje vieren. Ja, bedankt.